Donc, je m'appelle Christophe Paralotto, j'ai 52 ans. Ouais. Je suis Marseillais. Oké, ja, ik ben Mireille van den Berg en ik ben directeur van Talentfabriek 010. En dat is een coöperatie van sociale ondernemingen in Rotterdam. Ik ben Jan Smolders, ik ben initieel van opleiding verpleegkundige. Ik heb onmiddellijk daarna opleiding ziekenhuiswetenschappen gevolgd in Leuven. En na dat afstuderen ben ik onmiddellijk in de ouderenzorg gekomen. Alors, je m'appelle Sylvie Bansillon, j'ai 50 ans. Et en fait, j'ai dirigé pendant plus de 15 ans une entreprise d'insertion qui s'appelle La Table de Canard à Marseille. Het zou fix op gear gaan heten. Waarom? Ik ben 10 jaar verslaafd geweest aan drugs. Ik ben zelf een boef geweest. Ik heb in de gevangenis gezeten, meerdere jaren. Om in te begeleiden een briljante toekomst te kunnen zien en het dan ook te gaan plannen en opbouwen. Ik dirige een entreprise de travaux sur corde. Ou alors appelé aussi travaux d'accès difficile, que j'ai créé il y a 28 ans. Onze ambitie is eigenlijk om verschillende minorities samen te brengen die op dit moment eigenlijk te weinig gehoord worden of gerepresenteerd. Ik ben Stefanie, ik ben 33 en ik woon hier in de Kempen. En ik ben een sociale ondernemer sinds 2016. Ik heb mijn eigen koffiebar en koffiemerk opgestart met als grote missie om jongeren die geraakt zijn door kanker te verbinden, versterken, empoweren en inspireren. Non mais déjà, enfin, qui je suis déjà, je suis un garçon très indiscipliné. Donc je n'ai pas lu la liste des questions malgré l'avoir demandé 3 fois. Et ça me caractérise particulièrement bien. Ça caractérise le garçon que je suis, mais surtout le garçon que j'ai toujours été. Ik ben Lise Marchies en ik ben sociaal maatschappelijk ondernemer in Rotterdam. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen met Gomet. Gomet is een groenteverwerkend bedrijf. J'ai un premier travail dans le monde de la mode. J'ai 18 ans. Et j'aime trop la mode, j'aime les vêtements. Chez moi, ça court. Mon père est court, on a une machine industrielle.